De frikandel disco, dat is een avond met gratis frikandellen, met de discodel en frikandellenijs. En wij dachten dus, we willen een eigen snack. En dit is hem dan, de krokodel. De eerste versie van deze voor de hand liggende combi-snack zag het licht dankzij de hulp van een bevriende chefkok. En die heeft een restaurant in Amsterdam, restaurant Breda. En daar zijn we eigenlijk een hele avond tot 1 uur 's nachts zijn we daar bezig geweest. Terwijl het restaurant vol zat, stonk heel de tent stonk naar frikandellen. Terwijl het toch een vrij chique tent is eigenlijk. Een zware bevalling dus, maar het resultaat mag er wezen. Toch? En die avond, de chef-koks die aan het werk waren, waren heel enthousiast. En nou ja, ik moet zeggen, wij zelf ook. Ondertussen ook wel wat meer mensen die hem geproefd hebben. Dus ja. De eerste exemplaren die worden deze vrijdag tijdens de Frikandel Disco in Amsterdam uitgedeeld. Of we de krokodil ook terug gaan zien in de snackbar is nog maar de vraag. De eerste contacten met snackfabrikanten zijn weliswaar gelegd. Maar een handtekening is nog niet gezet.